Hey, laat me gaan. Ik heb niets verkeerd gedaan. Dat zullen we wel zien. Maak je zakken leeg. Maar er zit niks in. Ik zei, maak ze leeg. Wat ben je aan het doen? Stop er nu mee. Zet me weer neer. Wat is je probleem? Snoep is niet toegestaan in het politiebureau. Dus jij gaat naar de gevangenis. Dit is een vergissing. Geen vergissing. Je bent schuldig. Ik neem je snoep in beslag. Tijd om naar mijn favoriete tv-programma te kijken. Ik wil niet naar de gevangenis. Dit is niet eerlijk. Het is niet mijn schuld. Ik hou van snoep. Wie is dat? Hallo. Ik ben Miss Delight. Ik ben hier om te helpen. Shh. Je zei dat je van snoep houdt? Je zult deze appel geweldig vinden. Is dit voor mij? Goedemorgen, collega. Het is niet goed meer. Alles komt goed. Tijd om deze zoete appel te eten. Wacht, wat? Waar staar je naar? Heb je een probleem? Wil je een appel? Praat je tegen mij? Hallo daar. Nou, dat is een wending. Ik ben zo blij. Mijn naam is Steve. Wacht, laat hem een coole begroeting leren. Wacht even, ik snap het bijna. Gaat het? Het is ons gelukt. Ik ben hier voor een inspectie. Meld de situatie. Alles is onder controle, meneer. Weet je het zeker? Ja, meneer. Dus wat is jouw mening? Alles is in orde, meneer. Goed, wacht. Ik was hier zo eenzaam. Zie ik daar een appel? Oeps, ik moet het bewijsmateriaal weggooien. Nu is het allemaal duidelijk. We worden beste vrienden. Wat? Oh, ik hou je in de gaten. Hij liet me schrikken. Mij ook. Ben je vergeten dat appels niet toegestaan zijn in mijn gevangenis? Was het jouw schuld? Nee, meneer. Heb je de gevangenen een appel gegeven? Kijk, nu heb ik een MacBook. Ik geef je een strenge waarschuwing. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Het station is een complete puinhoop. Dit is jouw schuld. Ik was het niet. Wie is dan de schuldige? Ik kom er wel achter. Luister, ik heb nu zo'n honger. Mijn maag gromt. Maak kennis met mijn vriend Billy. Billy, zeg hallo. Hallo daar. Laten we gaan. Wat is er aan de hand? Ik zie dat je honger hebt. Het is lunchtijd. Papiervoedsel. Bah. Het kan me niet schelen. Je gaat elke laatste hap eten. Echt niet? Dit is vies. Billy, kijk hier niet naar. Je kunt mij niet dwingen. Hou op met het rommelen met de gevangenen. Ga terug naar je plek. Bedankt voor de hulp. Dit is voor jou. Wat een enorme lolly. Dit wordt ons geheimpje. Deal. Ik kan niet wachten om het te proberen. Wow, het is zo mooi. Dit is geweldig. Het is zo lekker. Ziet er lekker uit. Billy en ik willen ook proeven. Sorry, er is niets meer over. De wereld is zo vreed. Mijn hart is gebroken. Wees niet verdrietig. Ik heb een plan. Steve, ik moet je iets vertellen. Help me ontsnappen. Echt niet. Billy, moeten we haar helpen? Laten we het doen. We doen mee. Geweldig. We kunnen alleen ontsnappen via de ventilatieopening. Wacht even, geef me mijn Billy. Alsjeblieft. Oh nee, de politie gaat ons pakken. Wat een grappig tv-programma. Oeh, Steve? Gaat het? Alles goed. Hoe krijgen we je daar binnen? Klim op mijn rug. Ik zal je een boost geven. Laten we gaan. Dat was zwaar. Nu moeten we het luik sluiten. Ik was hier nooit. Ik vergat Billy bijna. Ik ben erin geslaagd om uit de gevangenis te ontsnappen. Maar het is hier nogal krap. Kijk eens naar al dat spinnenweb. Eww, het is zo vies. Wacht. Misschien kan deze spin me helpen. Kom op, bijt me. Waarom doet het pijn? Nu kan ik web schieten. Web, go. Werkte niet. Dat was een stom idee. Moet doorgaan. Wat is daar beneden? Ze zijn nog steeds hun tv-programma's aan het kijken. Ik ben veel sneakier dan zij zijn. Ik heb leren jong leren. Maar nu heb ik dorst. Oh nee, ik heb geen water meer.
Ik moet nog wat halen. Gelukkig zit er een kraan in mijn cel. Hé, waar is het water gebleven? Oh ja, ik vergat hem dicht te draaien. Nu moet het werken. Vrijheid is zo dichtbij. Wat is dat geluid? Help! Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Hé, wie heeft het water dichtgedraaid? Oh, vallen. Oeps. Wij zijn kleine Ninja Turtles. Je zingt het verkeerd. Kom op, kom binnen. Zijn jullie iemand kwijtgeraakt? Hoe ontsnappen jullie gevangenen vlak voor je neus? Jullie zijn allemaal ontslagen. En waar denk je dat jullie heen gaan? Nergens. Ik wilde alleen maar de cel luchten. Alles is in orde. Er is voldoende frisse lucht. Blijf alert. Ik volg elke stap. Je bent erin geluisterd. Phew. Oh, dat doet pijn. Laat me gaan. Ga terug naar de cel. Wat ga je met mij doen? Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Je zult niet meer ontsnappen. Billy, niet kijken. Dit is te verschrikkelijk. Stil nu. Geen lawaai meer van jou. Ze is weg. Ik moet rennen. Ik kan niet eens bewegen. Het is hopeloos. Arme meid, ze heeft hulp nodig. Huggy, ik wil dat je de kettlebell van het been van de gevangene verwijdert. Begrepen, kom eraan. Wie belde je? Vermors het. Niemand, het was een verkeerde beslissing. Hé allemaal, ik ben het. Huggy Wuggy. Ik heb een pakketje voor deze gevangene. Geef het, ik moet het controleren. Hé, ik heb iets voor je. Wat is dat? Het is een sleutel. Hiermee kun je de kettlebell afdoen. Pak hem. Ik moet iets dichterbij komen. Nog een stukje dichterbij. Ik kan er niet bij. Steve, alsjeblieft, pak de sleutel. Wat? Geen probleem. Ben zo terug. De assassin-modus is ingeschakeld. Heb het. De sleutel is van mij. Dat is een taart. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Geen snoep toegestaan. Ga weg. Ik ga weg. Licht uit. Iedereen naar bed. Doe het licht uit. Slaap lekker, Billy. Ik wens je dromen van een knuffelig teddymeisje. En hoe zit het met mij? Ik kan niet eens op bed gaan liggen. Ik denk dat ik zittend slaap. Ik ben uitgeput. Stormen pas morgenochtend. Alles ligt op schema. Bedankt voor de hulp. Ik heb mijn deel gedaan. Nu kan ik slapen. Hé, Steve. Psst. Je hebt de sleutel nodig? Okay. Alsjeblieft. Eindelijk is hij van mij. Nu kan ik deze stomme kettlebell afdoen. Mijn been is gevoelloos. Nachtpatrouille. Oh nee, verstop je. Tijd voor inspectie. Miss Circle, slaap je? Geen snoep. Snoep is niet toegestaan. Heb het. Ik zal even bij Miss Delight kijken. Oh, dat was griezelig. Hoe gaat het met de gevangenen? Wat is dit? Knuffels zijn verboden. Billy? Oké, alsjeblieft. Wat is dit? Je ziet er goed uit in gevangeniskleding. Nog één om te controleren. Wacht even, waar is het been van de gevangene? Verrassing, neem dit. Alsjeblieft. Ik ben nu de directeur. Laat me eruit. Geen kans. Je staat onder arrest. Ga in de cel zitten en denk na over je gedrag. Ik kan niet bewegen. Geen probleem. Je zult er wel aan wennen. Ik wil vrij zijn. Help mij. Je bent te luid. Ik moet je tot bedaren brengen. Vang dit. Wat ben je aan het doen? Fijn verblijf. Steve, laten we gaan. Wat? Ik ben bij je. Tijd om te vertrekken, loser. Kom terug. Laat me hier niet achter. Wees stil. We zijn bijna weg. Het is een ontsnapping. Ze heeft een pistool. Iedereen, blijf waar je bent. Hé daar. Je zult niet aan mij ontsnappen.
Meneer, wat zijn uw bevelen? Er is een fout gemaakt. Deze gevangene moet worden vrijgelaten. Hier is zijn dossier. Ik laat alle aanklachten vallen. Ik ben je eens schuldig. Stop daar. Ik heb er genoeg van. Ze heeft het aas gegrepen. Je overtreedt de gevangenisregels. Jij bent het? Meneer, wat zijn je bevelen? Laat me je helpen. Houd ze tegen. We zijn gepakt. Ren! Stop, ga terug naar je cel. Ik luid het alarm. Wat gebeurt er? Ik ben klaar om criminelen te vangen. Doe dan je werk. Sla me niet. Ik heb ze gepakt. Ga naar binnen. Je bent hier al een hele tijd. Ons plan is mislukt. Niet huilen, Billy. 44, dat is genoeg. Ik ben zo weggevaagd. Hou ze in de gaten. Aan de slag. Tijd voor patrouilledienst. Wat een puinhoop. Je hebt erom gevraagd. Ze komt deze kant op. Help! Niet mijn probleem. Ik ben uit het zicht. Ga nu uit bed. Ik wil niet. Dat was geen verzoek. Ik zeg het geen twee keer. Blijf zitten. Wat ben je aan het doen? Je mag niet buiten deze cirkel komen. Wat is dit voor onzin? Oh, dat is pijn. Met die vermomming zul je nooit een spion zijn. Waar is zij heen? Prima, ik neem de gekkenbeer mee. Hij blijft hier. Wat heeft ze met je gedaan? Gevangenen hebben discipline nodig. Wees voorzichtig. Iemand belt me. Over. Je hebt een nieuwe missie. Je moet catnap vangen. Is goed. Let op ze. Ik moet gaan. Eindelijk. Ik ben hier alleen. Jongens, vang dit. Oh, arme Billy. Hey, het is een gum. Ik zal je nu bevrijden. We zullen snel weer samen zijn. Ik heb je zo gemist. Oeps, bijna vergeten. Ik haal jou er ook uit. Please. Nee, we kunnen ons weer vrij bewegen. Dat is geweldig. Ik heb een idee. Laten we Miss Delight vragen om ons hier weg te halen. Laten we gaan. Miss Delight, alsjeblieft, bevrijd ons. Ik heb nog één teleportatie over. Heb het. Laten we dit als volwassenen regelen. Okay. Steen, papier, schaar. Ik heb gewonnen. Het spijt me echt. Neem Billy mee. Oké. Ik zal je missen. Ik ben er klaar voor. Goeie reis. Oh, knijp me. Stop, waar ben ik? Catnap op de cover. Is er iemand? Hoepie, kieskeurig varken. Overal smiling critters. Ben ik in huis beland? Ze zijn allemaal schattig, tuurlijk. Maar mijn absolute favoriet? Catnap. Ik wil net zoals jij zijn. Boe. Oh, jij bent het. Catnap, het meest geliefde wezen op aarde. Wat een tederheid. Kijk je naar de poster? Ik wil zijn zoals jij. Dat is niet mogelijk. Niks is onmogelijk. Om een echte catnap te zijn, moet je weten hoe je je klauwen moet slijpen op de bank. Had ik maar oren zoals die van jou. En een zacht pluche buikje. Prima, jij wint. Ja, hoera! Op welk beestje wil je lijken? Tuurlijk, net als jij. Ik? Ja, oren, paarse vacht, halve maan. Oh, wauw, mystiek. Laten we beginnen met het kapsel. Je ruikt niet lekker. Oeps, sorry, ik zal het oplossen. Lijkt erop dat Hanna haar haar al een tijdje niet heeft geborsteld. Auw, pijnlijk. Sorry, gaat het? Ik zal het overleven. Bedenk dat alle katten hun vacht met hun tong stylen. Zo. Oké, alleen maar tongen en kwijlen? Misschien heb je oefening nodig. Ik moet ingrijpen. Ga zitten. Laten we dit proberen. Het enige wat we nodig hebben is kattenmagie. Wauw. Klaar. Vind je het leuk? Het kapsel is fantastisch. Bedankt, Catnap. Laten we het kam-experiment overslaan. Ben ik wakker? Wat was het? Huh? Waar is Hanna? Niemand in de kamer.
Vlek op zijn plaats. Anna! Waar loopt ze rond? Ze kon het schoonmaken niet laten liggen. En het is leeg. Een soort mystiek. Waar is ze? Een paars plukje bont. Wie zou dat kunnen zijn? Jongens, reageer hieronder wiens vacht het is. Raadsel van de eeuw. Serieus? Kijk en leer. Oké, een masterclass in trimmen. Nou, tijd om je aan te kleden. Modeshow, ik doe mee. Hier bewaren we de kostuums. Wauw, zoveel lekkers. Een droombox. Konijnenkostuum? Nee. Piggy? Ik wil niet. Zoveel kostuums. En geen enkele klopt. Wat moeten we doen? Ik denk dat we het moeten opgeven. Alsjeblieft. Het gaat niet om wat je draagt, maar om hoe je verzorgd je bent. Kattenwijsheid. Alsjeblieft. Dat is een twist. Met een kat zul je je niet vervelen. Daar. Bond. Wat moet ik doen? Naai een kostuum voor jezelf. Ik heb een naaimachine. Doe het weer. Op de catnap manier. Oh, het is zwaar. Phew, kunnen we gewoon bond kopen? In plaats van het uit te spugen. Een vraag zonder antwoord. Gelukkig kan ik naaien. Wat zal eruit voortkomen? Oma de naaister zal trots op me zijn. Miauw. Coole cat. Oh, lijkt erop dat mijn hanger vandaag niet tot rust zal komen. Make-up? Oh, dat is makkelijk. Tijd om poeder te geven. Weet jij iets over make-up? Nee, ik ben een professional. Ja, catnap. Ik heb je hulp nodig. Geen probleem. Ik ben er. Lieverd, een momentje. Mami Moonlegs heeft een magische make-up kit met alles wat nodig is voor de makeover. Ben jij dat, catnap? Het is persoonlijke ruimte. En wie hebben we vandaag in de stoel? Oh, laten we beginnen. Niet dit. Brush. De huidskleur moet egaal zijn. Achoo! Oh, auw. En de oogleden. Levendig. We maken catnap. We hebben een schattige kattenneus nodig. Maar dat is nog niet alles. Martelapparaat. Mooie wimpers. Wauw, meer likes, vrienden. Geweldig gedaan. Wat denk jij, tevreden? Mijn taak zit erop. Oh, jij bent het meer. Waanzin. Ik werk graag op afstand. Wat was dat? Een nieuwe leveringsservice voor shocktherapie? Nou, kom op, laat me de wonderen van de technologie zien. Ik had de YouTube-tutorial moeten bekijken voor ik dit probeerde. Hardnekkige vlek. Ik geef niet op. Oh, stofzuiger. Ik vraag me af, kan hij de vlek aan? Hij heeft me nooit eerder in de steek gelaten. Maar dat was stof. Dit is een vlek. Daar verdwenen mijn sokken. Je kan beter een schoonmaakdienst sturen. Nu zijn we met z'n tweeën. Fijn om iemand te hebben om mee te spelen. Oh nee, lieverd, hoe gaan we het redden zonder Garenbol? Catnap, wees niet boos. Honger. Slapende rook. Nieuwe taak. Interessant. Wat? Kom op, probeer wat lavendel. Heerlijk. Oh. Zo. Stop het gewoon in je mond en kauw. Gewoon? Het ziet er niet eetbaar uit. Oh, vrienden, onthoud. Eet geen rauwe planten. Niet doen betekent niet doen. Wat dacht je van lavendelsap? Wow. Probeer het. Sap, dat is anders. Ik zal niet weigeren. Oh, wat smakelijk. Wacht, ik heb een idee. Vreemde sensaties. Wat is dat? Een rooksignaal voor microben? Wacht, ik heb een idee. Laten we het sap op smaak brengen met frisdrank bellen. Een rare lifehack. Nou, wat zeg je? Oeps.
Een hele capabele student. Wakker worden. Kom op, Catnap. Catnap. Wat te doen? Oh, ik heb een idee. Katten zijn doodsbang voor water. Oh, moeders. Weg met dat vervelende water. Ondankbaar meisje. Sorry, ik probeerde alleen maar wakker te maken. Nou, het werkte. Oké. Wat? Nog een taak? Hé, het is tijd om het onmogelijke te doen. Stil de maan. Daarvoor hebben we een ladder nodig. Ik zal helpen. Oh. Grijp van achter. Stop. Is perfecte plek. Help me. Zo, dit zal de grootste diefstal zijn. Oeps. Van een hemellichaam. Kapitein Catnap is op een missie. Kapitein, ik zal u van onderen steunen. Wat een leuk avontuur. En zoveel kleine sterretjes. Wat is ons hoofddoel? Wat mooi. Hanna, vangen. Maan is van mij. Wat een schoonheid. Oeps, hoe kan ik het vergeten? Ik ben een kat. En we hebben hoogtevrees. Auw. En... Oh nee, Catnap. Snor, snor, poes, kom naar mij toe. Help, iemand. Help de kat van de hoogte te krijgen. Hulp is gearriveerd. Je liet me schrikken. Snel, haal de bange Catnap neer. We zullen het afhandelen. Het is heel eng. Oh, heel erg eng. Kitty, ik zal je redden. Kom in de armen van mij. Nou, er is nog een kat gered. Je bent onze held. Bedankt. Pas op. We hebben de maan. Precies. Hé, we moeten hem verkleinen. Begrepen. Snel. Trek hem aan. Het staat je goed. Phew. Oeps, nog een bericht. Ik ben echt de Catnap. Bedankt, maatje. Gefeliciteerd. Eindelijk, mijn droom is uitgekomen. Ik ben één van hen. Eindelijk, mijn droom is uitgekomen. Ik ben één van hen. Smiling Critters. Hey, Catnap. Ik heb een klein cadeautje voor je. Echt waar? Voor mij? Wat zit erin? Zo nieuwsgierig. Katten houden het meest van dozen. En wat? Een garenbal? Vind je het leuk? Een paarse garenbal. Het is een droom. Ik wist hoe mijn kattenvriendjes blij kon maken. Dozen en draden, onze passie. Stil, er is niemand in de buurt. Zoveel dingen zijn hier. We zullen iets leuks vinden. Oké, we zitten op de juiste plek. Kijk naar de klok op de muur. Die is waarschijnlijk veel waard. Ja, doe ze uit. Oh, hebben we gasten? We zijn hier niet alleen. Dat klopt. We zijn waakkatten. Er is iets mis met de hanger. Home sweet home. Ik zal je missen. Tot ziens. Oh, ja. Het was heel leuk. We hebben het leuk gehad samen. Ik heb de garenbol nog. De vlek komt er met niks uit. Wat een verdriet hier om helemaal alleen te zijn. Laten we stilletjes naar binnen sluipen. Ik snap het, maatje. We zijn niet de enige. Wie ben je? Vasten, Taylor. Laten we nu kijken welke waardevolle spullen we hebben. Ja, laten we bureau controleren. Pedro, papa. Hé, hey, dochter. Wacht even, ik zal ze nu afhandelen. Oké. Ha! Oh! Nu is het definitief voorbij voor jou. Papa, wil je ophouden ondeugend te zijn? Dat doe ik niet. Dat beloof ik. Help me losmaken. Laat me je knuffelen. Papa! Tijd om op borgtocht te gaan. Ver gaan? Het voelt als slaap. En ik ook. Muis in de kooi. Ze zullen niet aan mij ontsnappen. Welkom in de wereld van eeuwige nachtmerries. Saai interieur. Nou ja, het is nog beter. Mijn gevangenis, mijn regels. Tijd om op borgtocht te gaan. We hebben een plan nodig. Laten we het Freedom One noemen. Jij bent het brein. Denk na.
We gaan een tunnel graven met lepels. Begrepen? Ja. Weef het touw van de lakens en dan zullen we van een klif klimmen? Precies. Ouch. Kijk uit waar je heen gaat. Muis, hij is enorm. Haal hem bij me weg. Wat? Het zal je geen kwaad doen. Kijk eens naar die tanden. Ik heb een idee. Hoe zit het met ons plan? Maakt niet uit. Ik heb een nieuwe. Hoe gaat het met mijn gevangenen? Oh, zo. Lekker slapen. Goed gedaan. Het ruikt naar eten. Een muis. Huh? Het ontbijt is hier. Kom op, niet rennen. Laten we kennis maken. Ik heb kaas. Het werkte. Hey, Taylor, sta op. Ze is weggegaan? Je bent een genie. Natuurlijk. Intelligentie is macht. Geef me er 5. Auw, mijn hand. Nee, maatje. Kracht zit in de spieren. Kijk, zo zwak en nutteloos. Je moet dringend oppompen. Laten we naar papa gaan. Links, rechts. 1, 2. Wacht, nog een paar sets. Wat is er met hem aan de hand? Deze grill is sterker dan hij lijkt. Hij is onverbeterlijk. Kijk, dit zijn de sleutels. Ze openen de deur. Je hoeft geen metaal te buigen. Misschien dit? Wacht, open hem niet. Ik sta er alleen voor. Hey, Kooi, maak je klaar om verslagen te worden. Wow, sterke grill. Geef gewoon toe. Mike zal me uitlachen. Hoe gaat het met je? Aan het werk? Ik geef het op. Open het. Zie je, het is zo simpel. Ho, wil je muis? Nee, bedankt. Ik heb geen honger. Geniet ervan. Bedankt. Ja, onze atleet is bang voor muizen. Waarom is de nerd bang? We zullen het nu ontdekken. Slaap. Ik sta op het punt in slaap te vallen. Het was een droom. Taylor, wakker worden. Muizen. Een hele hoop muizen. Laat me met rust. Zie jij hetzelfde als ik? Ja, ik zie het. Melk. Juist. Ik was het helemaal vergeten. Heerlijk. Waar sta je naar? Niet staan. Doe alsof we druk hebben. 1000 saaie feiten. Het favoriete boek. Goed gedaan. Veel plezier. Canberra is de hoofdstad van Australië. Wist het niet? Genoeg daarmee. We hebben een nieuw plan nodig. Je vlinder. Dat is een idee. Er zijn zoveel soorten melk in het universum. Maar ik heb alleen koemelk geprobeerd. Oh, wat een geweldig wezen. Waar ga je heen? Ik bijt niet. Stop, het bijt. Blijf draaien. Ik zal hem nu openen. Waarom? Niet rennen. We hadden plezier. Stoute. Laten we gaan. Grote vis. Ik hoop dat het aas houdt. Ja, ja, ik kom eraan. Mike, beweeg. De kat kan het aas elk moment vangen. Geef me even te veel sleutels. Heilige waarschijnlijkheidstheorie. Laat hem deze deuren openen. Ja, begrepen. Kleintje, waar ga je heen? Gedraag je rustig. Afgesproken? Hou op, we zullen onopgemerkt worden. Oh nee, de Duitse dog? Dat is alles, we zijn klaar. Wilde jij mij hiermee bang maken? Chuppie is het engste wezen ter wereld. Mag je? Red jezelf. We waren niet van plan te vluchten, maar het gebeurde. Volgende. Oké, ik snap het. Ik zal je niet in slaap brengen. Pak de hendel. Laten we spelen. Echt waar? Ik hou van vissen. Nog een enge droom. Taylor, je zult niet geloven wat ik net... Taylor? Wat ben je aan het doen? Ik kan dit niet meer. Dit ding is zo leuk. Stop. Waar? Katja, help mij. Arme Taylor. Hij ziet er uitgeput uit en staat op instorten. Ik moet de kat afleiden, maar hoe? Laat me even nadenken. Ik heb muizen en speelgoed geprobeerd, maar het wordt alleen maar erger. Wat als? Natuurlijk, ik heb een speciale geur. Vrienden, help! Van welke geur houdt Catnap? Citroengras, munt of lavendel? Schrijf het in de comments. Dus waar is de aanwijzing? Zijn pak werd plotseling paars. En de kitty geeft duidelijk de voorkeur aan 1 kleur. Het is duidelijk. Lavendel. Laten we het proberen. Ik verveel me. Sneller. Wat een heerlijke geur. Vrijheid. Eindelijk. Besloten om mij af te leiden van de lol? Het is maar een advertentie.
Lichte, zachte, geweldige lavendelgeur voor slechts $1. Geef het aan mij. Oké, nu ben ik allergisch voor vissen. Je hebt het laten vallen. Doorgaan? Alleen dit niet. Spaar me alsjeblieft. Mijn vlinder, bedekt met bont. En nu deze lavendel? Geef hem hier. In de problemen komen? Neem dat. Sorry, maat. Ik kan je op geen enkele manier helpen. Catnap, ik heb heerlijk geslapen. Nu ben jij aan de beurt. Jacqueline, blij je te zien. Mijn gevangenis, mijn gevangene. Hoe durf je hier te verschijnen? Slaap! Ik heb me voorbereid op het eindgevecht. Moet ik bang zijn? Eén momentje. Ga nergens heen. Pak het nu. Slim. Dat is niet eerlijk. Verkeerde zet. Je bent mijn idool. Help me dit uit te trekken. Cool wapen. Is het jouw idee? Ik wil er ook een. Mag ik op deze knop drukken? Oeps. Wat ook alweer. Taylor. Waarom heb je... Oeps, mijn fout. Laten we haar bedekken met een deken. Wat als ze het koud heeft? Rustig maar. Laten we terug naar de cel gaan. Derde ontsnapping deze week. Je wordt gestraft. Niet deze. Wat? Is daar iemand of heb ik het me verbeeld? Huh? Het was een zachte landing. Huh? Hoera, we zijn weg. Dokter, hoe gaat het met u? Nee, het gaat duidelijk niet goed met hem. Kom op. Hey, jij viel als eerste op hem. Zoek het dus zelf maar uit. Komt u, dokter? Ik heb hier een noodgeval. Het lijkt erop dat er iemand in de kamer is. Doe alsof je een arts bent. Ik ga niet. Nee, dat zal wel. Haast je. Waarom ik? Verplaats het. Kom op. Wat moet ik zeggen? Hallo daar. Waarom duurde het zo lang? Bah, wat is die geur? Oh, ik denk dat het van mij komt. Heb je het medicijn meegenomen? Het medicijn? Ik moet iets verzinnen. Sta stil, daar ga je. Laten we je in de kast stoppen. Waar ben je? Hier zo. Je bent zwaar. Hey, begrepen. Eindelijk. Oh, ik kom. Hoe moet dat mij helpen? Moet helpen, toch dokter? Stil, ik ben een echte dokter. Kijk wat jij hebt aangedaan. Ga weg, nu. Ja, een serieuze dokter. Hoi, wat is er mis met je? Sta nu op. Blijf hier, dat is juist. Oef, alles klaar. Geef me even. Laten we dat allemaal verwijderen. Amber, draai. Helemaal klaar. Hoe voel je je? Oh, 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 veel beter. Geef me je hand. Deze wonderpleister is bij alle gelegenheden het beste. Oh, bah, die geur weer. Oh, ik stink. Dit is voor jou. Bloemen, maar je stinkt nog steeds. Het lijkt erop dat je al hersteld bent. Dag, kind. Wie is de volgende? Ik kwam eerst. Ik heb een afspraak. Ik heb mijn vinger gebroken. Dokter, doe open. Kijk, daar is hij. Laat me binnen. Ik heb klauwen. Dat is het. We zijn erbij. Jongens? Oh nee, ze zijn ontsnapt. Maar hoe? Misschien verstopten ze zich gewoon onder het bed. Oké, ga weg. Onmiddellijk. Als iemand erachter komt, ben ik klaar. Oh, dit is slecht. Ze zijn door het riool geslopen. Eeuw, afschuwelijk. Kom op, Amanda, neem de telefoon op. Ha, wat moet ik kiezen? Een tuinschaar is te cheesy. Maar ik heb de zaag nog niet geprobeerd. Help. Oh, het spijt me. Er belt iemand. Nou, familie is heilig, weet je. Kun je het herhalen? Ontsnapt. Ik snap het, geen probleem. Oké, jongens, jullie zijn klaar. Laten we doorgaan. Ik moet gaan. Dat is alles. Ik ben weg. Deal. Ik check ondertussen mijn TikTok-feed. Komt eraan. Hou op met kloppen. Hallo? Wat was dat? Aarde? Waarom zoveel vuil? Hoi, hou op. Onmiddellijk. Kun je mij überhaupt horen?
Nou, dat is het dan. Je kunt mij niet vangen. Je kunt mij niet vangen. La la la. Meisje, stop. Je bent te ver gegaan. Laten we nu je voeten wassen. Kom hier. Huh? Nee, ik hou van vuil. Stop. Wat is hier aan de hand? Hoi, hou op. Doe het kind geen pijn. Alles zit onder de modder. Leg dat ding weg. Kijk, ze is bang. Het is oké. De gemene man is weg. En je voeten onder de modder hebben is niet langer trendy. Ga zitten. Laat me je helpen. Wow, wat is dat? Ik zal het je laten zien. Laten we ze aantrekken. Wacht op het leuke gedeelte. Laten we de reinigende bubbels maken. We gieten een Sprite in de laarzen. En voegen we daar een Mentos toe. Dat is juist. Alsjeblieft. En nu de Mentos? Na zo'n krachtige chemische reactie raad ik aan schoenen te dragen. Geel, dat is mijn favoriete kleur. Alsjeblieft, dat is zoveel beter toch? De hele kamer is bedekt met modder. Neem de twijl en ga hem schoonmaken. Hey, waarom ben ik het altijd? Prima. Dag dokter. Bye. Veel succes. Volgende, kom binnen. Het is mijn beurt. Ga uit de weg, mijn keel doet pijn. Stop, pak een dweil. Jouw beurt. Alsjeblieft, kom binnen. Ga zitten. Keelpijn. Dat dacht ik al. Je hebt een griepprik nodig. Laat mij gewoon de spuit kiezen. Voilà. Nee, deze zijn te klein. Ik heb grotere nodig. Dus wat zit je dwars? Het lijkt erop dat ik een oplossing heb gevonden. Deze zal het doen. Laten we je een kans geven. Oh, wat een eng uitziende spuit. U bent vergeten handschoenen te dragen, dokter. Wacht even. Handschoenen? Hoe kan ik het vergeten? De spuit is geen speelgoed. Geef hem hier. Het zal geen pijn doen. Wat ben je aan het doen? Ben je gek geworden? Wat een enorme spuit. Geef hem hier. Onmiddellijk. Hoepel op. Nou, wat stoort je precies? Breuk van de pink? Kneuzing van de hiel? Ja, keelspray. Met appelsmaak. Open je mond wijd. Ik ben allergisch voor de drugs. Wat voor drugs precies? Elke drug. Haal het van me af. Open je mond. Kom op. Oké, ik begrijp het. Je bent gewoon koppig. Luister. Huh? Kun je dat zo doen? Kom op, probeer het eens. Ik heb de luidste stem in het universum. Wat is er gebeurd? Waar komen die geluiden vandaan? Wat? Het einde van de wereld? Ik heb het perfecte moment gekozen om weg te vliegen. Appel, het valt wel mee. Huh? Ik ben bijna doof geworden. Wie schreeuwde? Wie heeft er een kans nodig? Jij weer, kom hier. Je bent klaar. Laat mij los, nu. Wat? Ik wilde alleen maar helpen. Ze is zo zenuwachtig. Opnieuw? Kom binnen. Waar doet het pijn? Oh my God. Ah, ik zie het. Je tand. Een moment alsjeblieft. Hallo? Oké, ik heb het begrepen. Maak het kind niet bang. En jij? Ga die kamer binnen. We zullen naar je tand kijken. Ga zitten, zoals dat. Auw, ziet er verschrikkelijk uit. Ik hou gewoon van snoep. Daar is een oplossing voor. Neem deze borstel. Je hoeft alleen maar je tanden te poetsen. Dat is uiterst belangrijk. Anders worden ze nog zieker. Wil je niet? Baby Yoda. Iedereen vindt hem leuk. Kijk eens hoe leuk hij is. Zeg nu. Daar gaan we weer. Loop, loop, loop. Oef.